Goedemiddag. Het is vandaag woensdag is het. En zoals je kan horen wordt er weer een steringherrie gemaakt. Maar we zijn vandaag aan het repeteren in Gebouw T in Berg op Zoom. Voor de festivals. En er hoort een hele teringlange soundcheck bij, zoals je kunt horen. Want er moeten allemaal dingen ingesteld worden, weet ik veel. Iets technisch verhaal, weet ik het fijne niet van. Maar ik ben even lekker boven gaan zitten. Want ik heb echt een scheidhekel aan soundchecks. Het geluid ervan is echt niet te doen. Maar vandaag, ik ben gelukkig niet alleen, want ik heb mijn kantoortje hier gecreëerd. En mijn lieve vriendje meegenomen. Hi Poeps. Hey. Ik was van de week een beetje ziek. Of hij is nog een beetje ziek. Hij had iets aan zijn poot. Volgens mij had hij in het glas getrapt of zo. En hij is nog steeds aan de diarree. Maar voor de rest is hij wel heel vrolijk. En hij eet en drinkt gewoon goed. Dus, nou. Ik hoop dat het beter gaat. Ik zal straks nog een stukje filmen van de repetitie. Als jullie daar behoefte aan hebben. En zo niet. Dan toch. Is, ik wil helemaal niet, weet je wel, eigenlijk, ik heb eigenlijk altijd alle video's die ik heb gemaakt echt puur voor mezelf ook gemaakt. Ik vind het leuk dat mensen het kijken en leuk vinden of niet leuk vinden, maakt me heel uit. Maar het is echt gewoon een soort het document en als je het op YouTube zet, dan vergaat het dus niet. Dus het blijft altijd bestaan. Dus kan je zeggen, oh, dan hou je het toch lekker verborgen, dan hou je het gewoon alleen maar daar zo en dan lijkt er niemand zien. Ja, maar er gebeuren ook wel weer leuke dingen die mensen wel leuk vinden zo. Ja. Leuk. Ja, is ook. Ja. Maar misschien ga ik denk ook eens een middagje voor de Albert Heijn staan met dat ding. Middagje voor de Albert Heijn staan? En dan? Ja. Wat ga je dan doen? Vloggen bij de Albert Heijn? Ja. Ik heb het je hebt een gekke haardag vandaag gehad. Het is echt een beetje weird. Ja. Ik denk, wie vindt er nog meer dat Danny op een tekenfilmpje lijkt? Fuck jou. Nee, het is gewoon zo. Heel veel kinderen vinden jou leuk, omdat je gewoon een soort stripfiguur bent. Dat is toch logisch? Ja. Het is een beetje Lucky Luke. Dan ben ik Rattaplan. Adrijn! Nee, dat zijn de smurven. Oh. Rattaplan is de hond van... Ja. Maar die praat dan ook zo. Ja, overslaan de stem, ja. Op het podium, ja. Dan heb je de vleugel. En dan... heb je de band. En ik sta daar ergens tussenin. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. Waar wilde je mee beginnen? Ghost? Ja, dat kan ik zo doen. Kijk. Als het goed is, die dat je op de plaat op toch? Ja. Wij beginnen meestal gewoon dat je hem... dat mijn drummer tikt gewoon mee. Dus en wij beginnen pas na zijn plaat. Toch? Ja, dus hier is jouw gitaar intro, hè, zeg maar. Wie? Feel like a deer.
dus op weg naar Eindhoven, naar Naked Sound. But Naked. Dat gaat bijzonder worden. Dus ik hoop dat de vrouw achter deze camera het ook voor jullie thuis filmt. Mooie strijkersarrangementen zoals jullie kunnen zien hebben in de vorige aflevering. Nee. Beelden. De beelden, deze aflevering. Die grijze waas hier zo naast je hoofd. Ja. Hier zo, kijk eens hoe ze. En waardoor denk je dat dat grijs wordt? Van mij, want ik praat tegen die kant. Aan de andere kant is het niet grijs. Nee, het komt door mij. Action. Oké, ik ga ophangen. Ja, yeah, no you hang up. No you hang up. Hallo. Geen gang hoor, tuurlijk. Mag ik even heel brutaal zijn? Ja, tuurlijk jongen. Oké, okay, ik ben Matthijs, ik werk hier bij Muziekgebouw. Hi Matthijs. Hey Demi, alles goed? Ja, super. Top, tof. 18 november. Ja. Zaterdag. Jij bent er weer. Ja. Zin in. Ja, ja? Ik wil, ja. Oké, okay, cool. Ready when you are. Ja. Ja, ik zit hier bij. Ja, was je ver? Ik zit hier bij Naked Song backstage. En 18 november ben ik hier weer in Muziekgebouw Eindhoven. Met mijn eigen show Between the Dark and Daylight. Dus ik hoop jullie daar weer te zien. Net zoals altijd hier in Eindhoven, jongens. Jullie maken me altijd blij, want de zalen zitten hier. Altijd tyfus vol. Ben ik blij mee. Dankjewel. Ik zie je daar. Tof. Cool. Ik heb heel zin op een concert vanavond. Ik vind het skeer saus. Niet skeer of saus. Oh. Wel schattig, je was gewoon een beetje nerveus om tegen jou te praten. Iedereen is nerveus om tegen. Ik ben al 14 jaar nerveus. Heb je wat een fucking big shot hier? Oh, ai.